Nou, hey, kijk eens even maar aan. Gert is er al, hoe kan dat? Ja, maar wie zet niks in scène? Die mevrouw, die wil wat zeggen. Die schijnt nog wat te vertellen hebben. Die schijnt nog het een en ander te vertellen te hebben. Zullen we maar zijn gewoon vragen? Ja, vraag het maar eens even, want... Goedemiddag. Goedemiddag. Wie bent u? Mijn naam is Evelien Scheps. En u bent van? Ik loop namens het Toon Hermanshuis, inloophuis in Drenthe. En ik ben eregast hier op de samenloop van Hoog. Dus er is voor u ook een heftige dag dit? Heftige dag, maar ook een hele mooie dag. Wat zeg, vraag eens naar minister Schippers, dat wordt leuk. Oh ja, ik moet even vragen naar minister Schippers, want volgens onze regisseur wordt dat leuk. Laat ik het zo zeggen, de samenloop van Hoog brengt mensen samen. We lopen met elkaar, voor elkaar, voor één heel goed doel. En van deze gelegenheid wil ik dan gebruik maken om minister Schippers te vragen vergoedingen voor iedereen mogelijk te maken van de onkosten van behandelingen. Want niet iedereen kan ziektekosten vergoed krijgen. Iedereen verdient een morgen en ik hoop dat minister Schippers haar hart wil laten spreken in de zorg. En dan breder gezien natuurlijk ook, maar specifiek voor alle mensen die kankerbehandelingen krijgen, die hier in Nederland niet worden vergoed. Maar ook zij verdienen het om te leven. En dat wil ik eigenlijk uitdragen naar minister Schippers. Van denk eens na over wel, de een wel, de ander niet. Waar leg je nou grenzen? Dat mag niet bij het leven van mensen zijn. Nee, daar ben ik helemaal met u eens. Nou, onze regisseur die heeft zo links en rechts wel wat connecties. Dus ik ga ervan uit dat hij dit ook bij minister Schippers terecht laat komen. Of ja, niet, Gert? Natuurlijk. Goed, kijk. Maar u blijft hier ook 24 uur per dag op de been? Of? Nee, ik niet. Dat is veel te vermoeiend. Ik ga straks naar huis. Maar vanavond met de kaarsenzakjes ben ik er weer. Oké, okay, maar u woont zelf ook in Drenthe of u woont in Zwolle? Ik woon niet in Zwolle, ik woon wel in Drenthe. Maar in Drenthe is zo'n evenement niet? Jazeker, op heel veel plaatsen wordt de samenloop van Hoop georganiseerd. En binnenkort komt hij ook bij ons in de buurt, Hardenberg. Oké, en daar doet u ook weer aan mee? Dat weet ik nog niet, dat gaan we zien. Ik ben er in elk geval vandaag, vind ik heel belangrijk. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou ja, onze regisseur die begint alweer met de vingers te knippen, die is er alweer klaar mee. Hartelijk bedankt voor het interview en heel veel succes en sterkte vandaag. Dank u wel. Die is er alweer klaar mee. Wat?